Goedemiddag. De tijd, daar hebben we in het algemeen maar weinig vat op. Maar toch zal er politiek veel over te doen zijn de komende tijd. Nederland moet namelijk voor april een keuze maken tussen de tijd van gisteren of die van vandaag. Tussen zomertijd en wintertijd. Op de bank ligt deskundige Twan Schoutens. Hoe ben jij uit bed gekomen vanmorgen, Twan? Heerlijk. Met een hoop licht ging prima. Wintertijd bevalt jou beter dan de zomertijd? Ja, is heel veel beter. Wintertijd is eigenlijk de normale tijd waar we helemaal aan zijn aangepast. En ja, als we straks moeten gaan kiezen, dan hoop ik toch echt dat iedereen voor de wintertijd gaat kiezen. Ja, het klinkt alleen iets ongezelliger, wintertijd. Ja, maar dat is ook het enige. Dat is het enige. Ja. Gaan we straks over hebben. Jacqueline, heb jij een voorkeur nu al? Ik vind dat uurtje erbij absoluut één groot feest. Vanmorgen al. Vanmorgen was het fijn, hè? Voor wintertijd, zeker. Ja, Twan Schoutens die pleit al jaren voor het stoppen met het verzetten van de klok. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Ik heb een paar stellingen voor Twan, waar ik graag een korte reactie op wil. Zet je schrap. Morgenavond wordt een drukke en gevaarlijke avondspits. Niet drukker of gevaarlijker dan normaal, denk ik. Oké. Okay. Ik ben blij dat ze eindelijk naar me luisteren. Ik hoop dat ze eindelijk naar me luisteren. Het verzetten van de klok is slecht voor je gezondheid. Na de zomertijd, in het voorjaar wel, ja. Ja. Het leidt tot meer verkeersongevallen. In het voorjaar wel. 40 jaar verzetten van de klok heeft veel slachtoffers geëist. Ongeveer 400 tot 410 mensen hebben daardoor meer een hartaanval gekregen. In 40 jaar tijd? Ja. Ja. Zomertijd in de winter is ook slecht voor je gezondheid. Ja, want dan is het 's ochtends veel te lang donker. Tot hoe lang? Tot met kerst ongeveer tot 9:45. En wij zijn gewoon dagdieren. En dan is je halve dag in feite al voorbij voordat het licht wordt. 9:45 licht, dat is wel erg laat, ja. Ik verheug me op het politieke debat hierover. Ik heb er nu wel plezier in. Ja, ik vind dat er grote fouten worden gemaakt. Ja. Twan Schoutens, zij houdt zich al 20 jaar gepassioneerd bezig met licht. En dan vooral de invloed van dat licht op ons bioritme en op onze gezondheid. En met hem praat ik straks over de keuze tussen zomertijd of wintertijd op deze eerste dag van de wintertijd. En in het meningencircus dat ons hierover te wachten staat, waren de sportbonden er vroeg bij. Je hebt gewoon 's avonds een uur langer in de zomer. En dan kun je gewoon langer sporten, je kan langer bewegen, je kan langer naar buiten toe. En bovendien is het ook goedkoper. Hè. Het is allemaal veel duurzamer, want je hoeft de verlichting niet aan te doen. Je hebt gewoon veel meer mogelijkheden om te sporten. En als de wintertijd wordt ingevoerd, ja, dan moet je toch naar binnen toe. Dan ga je in een hal, kost ook allemaal extra geld, is ongezonder. En ik denk ook uiteindelijk dat het ook een negatieve invloed zal hebben op de sportparticipatie. Omdat je dan toch meer aangewezen bent op de weekenden. Omdat je door de week moeilijker naar buiten kan. Ja, Twan, daar zit wat in. Er zit wel wat in, maar de soep wordt volgens mij nooit zo heet gegeten als je wordt opgediend. Ik denk dat mensen gewoon doorgaan met sporten. En als je het moet afwegen tegen de gezondheidsrisico's, zeker de gezondheidsrisico's op lange termijn, en die zijn niet mals. Als je bijvoorbeeld kijkt van, je hebt stofwisselingsproblemen zoals diabetes type 2... obesitas, die zullen dan daardoor veel vaker voorkomen. En die wegen volgens mij een stuk zwaarder dan de voordelen die... Nou ja, je kunt 's avonds nog eens wat makkelijker sporten. Mensen vinden het heel moeilijk om in het donker 's avonds nog een stukje te gaan hardlopen. Ik weet niet of dat zo is. Ja, jawel, tuurlijk. Nou ja, goed, dan ga je binnenlopen of dan ga je iets anders doen. Maar ik denk dat mensen vrij creatief zijn in het aanpassen op dit soort nieuwe zaken. Jij bent nu, ik zei het net al, 20 jaar met licht bezig en de invloed van licht op onze gezondheid. Wat is nou het grootste inzicht dat die 20 jaar jou heeft opgeleverd eigenlijk? Ja, eigenlijk heel simpel. Mensen zijn gewoon dagdieren. Wij zijn eigenlijk ontwikkeld of geëvolueerd als een organisme wat overdag kan functioneren, kan werken, kan leven. En 's nachts, wat net zo belangrijk is, die nacht is ongelooflijk belangrijk voor herstel. En slaap is een fenomeen wat vreselijk wordt onderschat. Behalve artiesten, dat zijn nachtdieren, hè, volgens mij. Ja, Sorry, ik heb inderdaad vrienden die leven echt in het meer 's nachts. Ik heb nou kinderen, dus dan is die tijd wel voorbij. Ja. Maar ja, je komt wel later thuis, ja. Ja. Als je speelt. Ja. En jij zegt dat is eigenlijk ongezond. Ja, in feite is dat ongezond. Ik begrijp wel dat het gebeurt. Kijk, er werken ongeveer 20% van de bevolking, de werkende bevolking, die werkt een nachtdienst. Ja, dat is een keuze die je maakt. Maar ja, het is geen makkelijke keuze. Want er zal toch echt in nachtdienst moeten worden gewerkt. In de zorg, in de beveiliging, noem maar op. Maar dat heeft wel vrij ernstige consequenties. Hè. We weten uit onderzoek uit de Verenigde Staten van mensen die lange tijd in de nachtdienst werken. Hè, zeg maar 30 jaar en dan week af, week op.
Daarbij is de levensverwachting die is jaren korter als bij mensen die gewoon overdag werken. Nou vind ik het zo gek. We doen al 40 jaar zomertijd, wintertijd. Mensen weten niet beter. En ineens komt die discussie op. Hoe komt dat nou? Nou, binnen de wetenschap is die discussie al heel lang gaande. Ja, jij roept het eigenlijk al jaren, hè? Ja, ja. Alleen, ja, je wordt niet goed en niet snel gehoord. En behalve als er dan echt iets aan de hand is wat iedereen aangaat, hè, dat er een keuze moet worden gemaakt tussen zomertijd en wintertijd, ja, dan leeft de discussie weer op. Maar het is ooit begonnen omdat het een economisch voordeel zou brengen. Dan zouden we 's avonds de lamp minder vroeg aan hoeven te doen. Ja, en dat economische voordeel is nooit aangetoond. Helemaal nooit. En dat gezondheidsnadeel waar jij het steeds over hebt, wel dan? Is dat wel aangetoond? Ja, dat is al. De wetenschap die hier iets over zegt, is de chronobiologie. Vorig jaar hebben daar 3 Amerikanen een Nobelprijs voor gekregen. En die chronobiologie is daar heel duidelijk over. Wij zijn gewoon dagdieren. Wat is chronobiologie? Dat is eigenlijk de leer van de tijd in relatie tot je lichaam. Zeg maar onze biologische klok? Die is daar een onderdeel van, ja. Ja, ja. 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 En die chronobiologie is een belangrijke wetenschap die steeds meer aan terrein wint, omdat we erachter komen van dat je met het afwisselen van dag en nacht heel veel belangrijke dingen kunt bereiken. Bijvoorbeeld als het gaat over het innemen van medicatie, ja, dat is heel afhankelijk van de tijd. Maar bijvoorbeeld ook in de agrarische sector weten boeren als geen andere van wat de invloed is van licht en donker op het functioneren van mensen en dieren. Wat gebeurt er nou met ons, Twan, als ze toch onverhoopt besluiten dat de zomertijd, hè, volgend jaar april wordt die weer ingevoerd, dat dan de tijd is waar we vanaf dat moment mee verder gaan? Ja. Zoals ze overigens nu in Marokko op het laatste moment besloten hebben. Ja, maar die zitten natuurlijk veel dichter bij de Evenaar. Die hebben minder erg. Ja, minder erg, ja. In ons geval is dat op lange termijn heeft dat echt effect op je, met name op stofwisselingsziekten, zoals ik al zei, diabetes type 2. Maar hoe werkt dat dan? Waarom krijg je daar diabetes van? Het lichaam die is overdag gewend om koolhydraten te kunnen verbranden. En 's nachts staat het op een laag pitje. Vervolgens sta je om 6 uur op, eet je flink wat koolhydraten in de vorm van brood en noem maar op. Maar die verteer je in feite niet of nauwelijks. Dus die worden als vet opgeslagen in je lever en in je spieren. En met als gevolg dat je steeds verder uitdijt. En dat is een proces wat bekend is. En dat uurtje maakt het verschil? Ja, dat maakt echt een verschil, ja. Een significant verschil zelfs, ja. Bijzonder, ja. Hè? Ja, het is bijzonder. Het is eigenlijk helemaal niet bijzonder, maar we realiseren ons dat steeds meer nu. Dus je krijgt nou, ik zei net al, het meningencircus dat begint. Ja. Ik geloof Thierry Baudet heeft al geroepen, wij zijn gezellige mensen, dus wij zijn voor zomertijd. Dan wordt er meteen zo'n stempel op gezet. Zomertijd is gezellig. Niet gehinderd door enige kennis, zeg ik dan. Maar kijk, los van die stofwisselingsproblemen zijn er natuurlijk ook problemen met stemming. We weten bijvoorbeeld dat heel veel mensen in de winter somberder worden. Nou, daar komt dan een uur extra duisternis bij in de ochtend, waardoor je niet goed op gang komt. En dan zul je dus ook zien dat met name depressies zullen toenemen. En dus meer zelfmoorden bijvoorbeeld? Ja, dat zou een gevolg kunnen zijn. Ik zet even een grote stap. Ja, zou een gevolg kunnen zijn, ja. Ja. Welke tijd was het dan eigenlijk? Wintertijd. Het was eigenlijk wintertijd? Ja, dat is de standaardtijd, ja. Oké. Ja. Wintertijd is de tijd die 40 jaar geleden. Dan. Ja, 40 jaar geleden. Ja. Voor jouw tijd. Dat weet ik dus niet meer. Ja. Ja. Hoe denk jij erover, Erik? Ja, ik denk, laten we dit niet bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen, want dan kiezen we misschien voor de zomertijd, want het klinkt zo leuk. Maar laten we inderdaad goed luisteren naar bijvoorbeeld inderdaad argumenten rond gezondheid. Want mensen die er gevoelig en kwetsbaar voor zijn, laten we daar ook voor hebben. Ik moet zelf zeggen dat ik de wisseling zelf wel fijn vind. Van het verzetten van de klok. Wat we nu doen, dus je markeert de overgang naar de winter. Het ritueel. Het ritueel. De zomertijd mag het begin van de lente en de zomer. Dus het was vanmorgen ook gelijk koud, ik weet niet of dat... Ja, ook dat. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel moeite met hoe we het nu doen. Maar als we dan een keuze moeten maken, dan voel ik wel heel erg met Twan mee dat we dan voor de wintertijd moeten gaan. Dan zou het de wintertijd, de wintertijd moeten worden. Ja, de politici, ik heb gelezen, die worden bedolven onder reacties. Hè. Het houdt mensen echt bezig. Maar je komt... Ik bedoel, zomertijd klinkt gewoon gezellig. En als mensen zeggen, ja, dan kun je zomers lekker lang op het terras een drankje drinken. Kan ook in het donker, denk ik dan. Ja. Net zo gezellig. Ja, nou, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik wel, ja. Ik bedoel, het zijn allemaal keuzes die je maakt. En nogmaals, ook in dit geval wordt de soep nooit zo heet gegeten als je wordt opgediend. Ik denk dat soort voordelen, als ze zijn de gezelligheid,
Ja, dat is leuk, maar ik vind die gezondheid een stuk zwaarder wegen. Ja. Ik noemde Forum voor Democratie, maar de Partij voor de Dieren is voor de wintertijd ook met name voor de dieren. Ja, ik kan me voorstellen. Die staan, ik denk dat de Partij voor de Dieren dichter bij de natuur staat. Ja. En voor dieren geldt uiteraard geen zomer en geen wintertijd. Maar dat is ook een heel eenvoudige oplossing. Als we gewoon allemaal een uur later mogen beginnen op school en op je werk, dan is het probleem ook opgelost. Maar ja, dat zit er volgens mij niet. Zou dat goed zijn? Ja, dat zou zeker goed zijn. Ja, en zeker voor jonge mensen die van nature in de meeste gevallen avondmens zijn. Daarvoor zou het beter zijn om pas om 9:30 te beginnen. Ik heb in de winter ook wel eens het idee dat het tegennatuurlijk is als je wekker gaat als het nog donker is. Ja. En dat elke is dag. Dus ook zo. Ja, dat is, dat is ook tegennatuurlijk. Ja. Daarom is het gevoel. Ja. Ga jij een rol spelen in die politieke discussie, Twan? Want die komt er nu. We moeten er echt op nu, hè? Met die, ja, nou ja, goed. Ik weet het niet. Als ze mij daarvoor vragen, dan ben ik daar graag bereid om iets over te zeggen. Ga je niet lobbyen? Nou goed, er zijn natuurlijk een aantal organisaties in Nederland die hiervoor lobbyen. Daar maak ik zelf geen deel van uit. Maar ik ken deze organisaties wel vrij goed, ja. Ja. Zou er een referendum moeten komen, Erik? Nou, ik zei al, de vraag is of je dit bij eenvoudige meerderheid van stemmen moet doen. Of dat je echt goed, dat is ook politiek, kijken naar de belangen van mensen die hier kwetsbaar voor zijn. Dus inderdaad, mensen die vanuit gezondheid heel veel belang hebben bij deze keuze. Misschien moet dat belang zwaarder wegen dan de gezelligheid in zijn algemeen. En als ze niet de goede keuze maken, doen we gewoon een aparte Brabantse tijd. Dat kan ook nog. Dat is een Brabantse uurtje. Dat is helemaal voor. Daar blijft het langer licht, dat weten we. Dus, die klok die loopt nog een kwartier achter. Die loopt sowieso achter in Brabant. Goed, dankjewel, Twan. Ja.